Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Navenant, Hans en Dranken en restaurant Au Quai de Bon Enfant. Deze week reist Navenant Kookt af naar de hoofdstad van Limburg. In het gezellige Jekerkwartier in Maastricht ligt restaurant Au Quai de Bon Enfant. Het voormalige weeshuis, dat later fungeerde als café, is in 1949 samen met het naastgelegen woonhuis verbouwd tot restaurant en viert dit jaar haar 65-jarig bestaan. In het oude pand met warm decor zorgt patron-cuisinier George Staselaar ervoor dat gasten Bourgondisch kunnen genieten van klassieke Franse gerechten en heerlijke wijnen. George laat ons deze week zien hoe je het seizoen laat terugkomen in 5 smakelijke gerechten. Welkom in Navenant Kookt. We maken kalfsvezerik met gebakken paddenstoelen. Dat zijn hele bijzondere paddenstoelen. Vanmorgen stonden ze nog in de grotten hier. Net bij Château Neuchâtel over de grens. De echte, omdat ze zijn natuurlijk godschampions. Maar er worden heel veel champions, godschampions genoemd die het niet zijn. Dus ik heb ze gedoopt mervelchampions. Dat is duidelijk. Dan maken we daarbij een coulis van salsa eigenlijk, van basilicum. En salsa is een saus gebonden, een soort puree saus, maar dan gebonden met aardappel. Nou, eerst gaan we de zwezerik schoonmaken en vast in de pan leggen. En vaak wordt zwezerik geblancheerd om het velletje makkelijk eraf te krijgen. Daar ben ik niet zo voor, want dan zit je ook vol met water. Dus ik ga ze gewoon rauw pellen. Dan zo in de pan leggen. Dan rustig aan krokant bakken. Dus het velletje er is een beetje vervelend, maar valt ook wel mee. Het velletje komt er wel af. En dan komt hij in de pan. Mooi schoon. Een beetje olie, een laag vuur vooral. Rustig een minuutje of 10 om en om krokant bakken. Aardappelen hebben we afgekookt om de salsa mee te binden. Dan kunnen we de champignons vastsnijden. We maken van die hoekjes van. Het dresseert net iets leuker dadelijk. Deze paddenstoelen hebben echt smaak. Er komt geen vocht in de pan. Een echt streekproduct. Het was een klein shallotje. Het water kookt bijna. Dan kunnen we even door met de salsa. We gaan heel eventjes door het kokend water. Nu even dompelen. Doe je dat niet, dan gaat de kleur gelijk weg. Als je er coulis van maakt. In de blender. Het onderzetten met olijfolie. Het gaat natuurlijk schiften omdat het alleen maar olie is. Dus dan gaan we binden met de aardappel. Dus we kijken even naar de zwezerik. Even omdraaien. De zwezerik gewoon rustig. Een laag vuurtje. Rustig om en om krokant bakken. Op een laag vuur.
stilzet. Ondertussen de paddenstoel alvast gaan maken. Ook weer op een laag vuurtje. Ik kan eventueel een klein beetje bouillon doen. Die verdampt dadelijk toch weer. En dan voorkom je dat het gaat, de vel gaat verkleuren direct. We maken de salsa af. Weer herrie maken. Net zoveel aardappel erbij, dat die mooi zalvig wordt. En nu is hij een beetje schifterig door de olie. De aardappel alleen. De schift kun je mooi oplossen met water. Water is goud altijd. Leuk verschil te zien met het schift van daar juist. Dan koken we het vocht even weg, dat alle smaken dan erin blijven. Dan gauw een bosuitje. Daar werk ik veel mee. Net zo'n pittig toontje aan veel gerechtjes. We zeggen nu gewoon lente-ui. En de rest van het jaar zeggen we bosui. Blijft hetzelfde. Het vocht is bijna weg bij de paddenstoelen. Een vaste koelie op bord. Dit is dan tevens de saus van het gerechtje. Ik hou er niet van als de paddenstoelen zo hard gebakken zijn. Droog. Dus nu is het vocht bijna weg en dan is het lekker sappig. Het allerlaatste bosuitje erbij. Ik wil niet dat ze gaar worden. Het moet ook krokant blijven. Dus is de zwezerik ook goed. Een beetje van de uitjes. De zwezerik. Een klein beetje peper en zout op het laatst. De recepturen zitten vinden op de website. Op de app van Navanant Kook. Hier kres, een soort fijne bieslookkres met een knoflook aromaatje eraan. Dat maakt het weer leuk af. Met de zwezerik. Krokant uit de pan en gelijk door. Dus er is niks van bloem of wat dan ook. Pas gekomen. Dan houden we zwezerik rustig om en om gebakken. Dan maken we nu de krokant af. Alsjeblieft, maak het weer.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Navenant, Hans en Dranken en restaurant Au Quai de Bon Enfant.